Yo Thomas fans, tof dat je kijkt naar deze nieuwe video. In deze video gaan we je de top 5 meest verkochte cabareteurs bij ons laten zien. En toevallig genoeg is dat van ongeveer het kleinst tot het grootst gerankt. Dus laten we snel beginnen. Natuurlijk is de keuze voor een cabareteur compleet aan jou. Maar het ligt deels natuurlijk wel aan je setup. Zo kan het zijn dat jij gewoon een 50cc nog hebt, brom of misschien al wel sneller. Dan dus een aluminium cilinder hebt gekozen en denkt, hey, ik moet toch echt wel even iets meer dan die 12mm SHA Del Orto cabareteur hebben. Dan is dit natuurlijk een hele makkelijke upgrade. Dit is namelijk de 15mm SHA Del Orto cabareteur. En eigenlijk is die gewoon identiek precies hetzelfde, alleen kan jij deze vervolgens natuurlijk combineren met een spruitstuk die een slag groter is, dus ook de 15mm is. Want je moet natuurlijk niet dan je 12mm opnieuw monteren, je spruitstuk. En al helemaal niet degene die nog zo'n snorfietsringbegrenzing erin heeft zitten, want dan komt er nog minder benzine doorheen. Dus zeker weten ook die vervangen. Ben je dan bezig, check natuurlijk ook gelijk even je membraan of je plaatjes nog wel goed dicht gaan. En natuurlijk ook nieuwe pakkingen. We verkopen nu trouwens ook A-kwaliteit dikkere pakkingen bij spruitstuk, membraan, cilinder. Hele belangrijke, want daar kan het nog wel eens lekken. En dan heb je valse lucht en is de complete afstelling voor Jan Doedel. Een flinke tijd terug hebben we ook een video gedaan over luchtfilters. Natuurlijk is het belangrijk om te kijken wat er aan de achterkant zit bij jou en indien nodig, in combinatie met een snellere setup, dat ook vervangen voor een groter, kleiner, een open luchtfilter, een schuim Twin Air bijvoorbeeld of een powerfilter luchtfilter. Verder kan je niet heel veel doen aan deze cabareteur natuurlijk. Het is eigenlijk alleen een hoofdsproeier in het midden. Die is natuurlijk zeker weten te vervangen en moet je ook doen. Want je hebt misschien meer benzine nodig als je een zwaardere setup hebt. Als je bijvoorbeeld van een originele uitlaat naar een grotere uitlaat, zelfs misschien met een expansie gaat, vraagt die om veel meer benzine. Dus denk daar natuurlijk aan en kijk dan het makkelijkst naar de kleur van je bougie. Is hij niet bruin genoeg, dan is hij waarschijnlijk te arm. Hij moet redelijk bruin zijn, dan is hij wat rijker en dan loopt je setup ook niet warm of misschien zelfs vast. En win je er misschien ook nog wel een kilometertje of 2 per uur mee. Gaan we dan upgraden? De nummer 2 van onze lijst is een 17,5mm. PHBG dus. Een andere afkorting van Del Orto die dus inhoudt dat het een stuk meer opties heeft en je kan nog steeds aan de achterkant, de luchtinlaatkant, een ring schroeven om het originele luchtfilter te monteren. Het kan natuurlijk zijn met jouw setup dat het meer lucht vereist. Dan kan je er vervolgens alsnog een bepaalde dop qua diameter opdraaien. Daar zit dan vervolgens weer een, nou ja, weet ik veel, aan de buitenkant 50-60mm aansluiting en daar kan dan dus een powerfilter of een schuimfilter op. Verder heb je dus een lucht- en een stationair schroef, zoals ik eerder al zei. Maar bovendien heb je dan dus nu ook te maken met niet alleen een hoofdsproeier in de vlotterkamer, maar ook nog eens een stationair sproeier. Kan je ook nog eens met de buizen van de sproeiers gaan spelen. En kan je met ineens een gasnaald, die in veel meer opties te koop is, spelen. En er is een echte gasschuif. Niet een soort van dun vlakschuifje zoals je hebt zitten in je SHA-cabarateur. Deze cabarateur is net als een SHA een klemversie. Je hebt ook een insteekversie bij de PHBG. Dan zou je dus een rubber moeten hebben. De cabarateur gaat in dat rubber en vervolgens gaat het rubber over een spruitstuk. Bij de klemversie maak je dus weer gebruik van een klem om de cabarateur heen. Vervolgens gaat die cabarateur weer over het spruitstuk heen. Precies hetzelfde dus eigenlijk als die Del Orto SHA. Alleen de boel is dus in elk opzicht vele malen groter. Hierdoor kun je natuurlijk veel meer vermogen maken. En gelukkig, doordat er een membraaninlaat zit bij A52, A35, heb jij een beste reuzekeuze aan cabarateurs. Want je kunt met een membraan, omdat het natuurlijk afsluit, groter gaan dan zuigersturing, standaard gezien. De cabarateur gaat vervolgens over het spruitstuk. Dit is een aangepaste soort van nieuwe versie. Gaat een stuk makkelijker dan gelukkig de oude versie waarbij je eigenlijk moest afdraaien. Deze versie heeft dus een afgedraaide versie waarbij je dus hem in één keer eroverheen kan doen. Super chill. Niks kapot aan je klemversie en gewoon aandraaien en hij sluit hartstikke goed af. Wel maximaal natuurlijk overheen duwen. Dan heb je een maximale kans op afsluiting.
Tussendoor zag ik ineens in de lijst dat we helemaal niet groter gaan. We gaan heel even kleiner. Terug naar 14/12. Dit is dus eigenlijk de bromversie in vergelijking met een 12/9. Waarbij we dus eigenlijk een iets groter stapje doen dan snor. En zeker weten dat dit helpt als jij nog niet een 14/12 hebt. Maar kleiner. Opnieuw een ontgrensd spruitstuk. Dus een volledige 12 mm is dan vereist. En dan met een ontgrensd luchtfilter. Ook een goede. Er kan een buisje zitten nog in de buis die hier overheen gaat. Heb je dat ook allemaal weggehaald slash vervangen, heb jij zeker weten vermogenwinst. Dan gaan we weer wel groter, namelijk naar 19,5. Opnieuw een klemversie, dus werkt gewoon weer precies hetzelfde met dat aangepaste spruitstuk. Dit is wel erg groot, moet ik toegeven. Want laten we eerlijk zijn, het blijft vaak maar 65 à 70 cc. Niet de grootste poorten, een klein membraampje met maar één grote klep die naar twee poortjes, dus een tweeklepsmembraan is. Dus onthoud wel jongens, want dat zien wij heel vaak in de reacties, naar elkaar als advies en via de helpdesk, dat we vaak de vraag krijgen van hey, ik heb een flinke carburateur aangeschaft, ik krijg hem niet helemaal lekker afgesteld, hoezo is dat? Ga niet te groot. Het kan echt zijn jongens dat een carburateur veel en veel te veel lucht aanzuigt, dat niet kan compenseren met benzine en dat dus ook niet kwijt kan in die cilinder. Er bestaat wel een soort van basistabel qua hoe groot je met carburatie kan gaan met je cilinder. Maar goed, ga je natuurlijk zelf wat verder. Bewerk jij je karters, bewerk jij een uitlaatpoortje, misschien ook wel inlaat. Doe jij een ander spruitstuk membraancombo, doe jij een groter luchtfilter. Zou jij hier misschien best wel mee uit kunnen komen. Daarnaast kan je natuurlijk ook nog voor 72, 74 cc gaan. En dan is dit wel heel erg interessant. Wat nog meer interessant is, is deze geweldige combinatie. Dit is een Polini CP19. Dus ook een 19 mm en naar mijn mening toch eigenlijk wel de max die we kunnen zetten op een Thomos als we het houden tot en met 70 cc. En we kunnen natuurlijk wel gewoon vaststellen dat Polini als merk zijnde echt wel hoog niveau is. Het is zeker weten doorontwikkeld, want zoals we bijvoorbeeld aan de achterkant kunnen zien, heeft het een soort van kelkvorming bij de luchtinlaat, wat echt wel helpt met luchtdoorlaat. En opnieuw, door het aangepaste spruitstuk, is deze combinatie nu makkelijk aan te sluiten. Er zit een handchoke opnieuw aan de zijkant en het is gewoon heel erg netjes afgewerkt. Opnieuw, alle mogelijke onderdelen voor deze carburateur eigenlijk zijn zowat verkrijgbaar bij ons. Dan heb ik het natuurlijk dus ook over de stationaire sproeiers, de hoofdsproeiers. Vlotter kan je halen. Vlotter is zelfs soms verkrijgbaar in verschillende gewichten. Je kunt de gasnaald aanpassen, je kunt de gasschuif aanpassen in combinatie natuurlijk met die naald, dus de hoogte van de naald. En daarmee kan je echt tot perfectie gaan met deze carburateur. Wel dus aan te raden dat je deze carburateur en carburatiecombinatie echt pas monteert als je een beetje verstand hebt van carburatie, afstellen dus van carburateur, ja, en een hele dikke setup hebt. Dus dat jongens is onze top 5. Ik hoop dat je het interessant vond, iets opgestoken hebt over die top 5. Ze staan natuurlijk hier in de beschrijving beneden. Check ze eventjes en kijk of het misschien wel past bij jouw setup of dat jij dus een nieuwe setup gaat bouwen en deze carburateurs gaat gebruiken. Ja, om echt naar het volgende level van opvoeren te gaan. Niet doorvertellen natuurlijk hè. Trouwens, over doorvertellen, zeg wel even wat jouw setup hier beneden is en wat jouw carburateur misschien met sproeier is. Help elkaar anders even in de reacties door te zetten. Dit is mijn setup, dit is de carburateur die ik gebruik, mijn hoofdsproeier is sproeier. Boom. Kunnen we door elkaar weer eens wat opsteken en elkaar misschien wel helpen met afstellen. Tot de volgende keer. Later.